boeiende en bijzondere mensen van Gelderse sportverenigingen. Nu bij TV Gelderland. Vandaag maakt u in Spelmakers kennis met schietsportvereniging De Linge uit Zetten. Hoofdpersonen zijn Hein Hoogsteder, de voorzitter van de club, Henk van Dijken, die als secretaris wedstrijden in goede banen moet leiden, en Kees van Eersel, jeugdtrainer en helemaal gek van schieten. En die mentaliteit wil hij overbrengen op de jeugd van SSV De Linge. Nu even niet. Was dat een noodoproep of zo? Of? Nee, dat was gewoon een telefoon van een iemand die mij wilde bereiken. Maar het is te duur in de auto om een telefoongesprek te gaan voeren. Hè. Dus dat doen we niet. En niet veilig. Dus dan breken we gewoon af. Hij doet dit al lang dan, taxichauffeur? Ik doe dit nu bijna 2 jaar. Ja. En wat deed u daarvoor dan? Ik ben hiervoor heb ik 17 jaar bij de ANWB gewerkt als wegenwacht. En dat ging op een eind door allerlei omstandigheden. Men dacht dat de markt aan het inzakken was. En toen kwam er een lichte reorganisatie. Nou ja, toen hebben ze een goed voorstel gedaan en daar heb ik maar meegenomen. Dus toen kreeg ik in één keer heel veel vrije tijd. Nou ja. Vrije tijd is leuk, maar ook niet altijd of constant. Hè? Dus je wilt toch bezig blijven met hetgeen wat je altijd gedaan hebt. En dit is eigenlijk een beetje een verlengstuk ervan. Het is niet de hele dag werken. Er zitten tussendoor toch wel wat uurtjes dat je vrij bent. Dat je thuis nog wat kunt doen. Of samen wat kunt doen met mijn vrouw bijvoorbeeld. Dat is ook wel heel erg plezierig. En daarnaast rijden we dan 's morgens, middags en 's avonds een x-aantal uren achter elkaar. Oké. Okay. Hey zoon. Dinsdagavond trainingsavond. Kees van Eersel traint de jeugdige schutters van SSV De Linge. Concentreer op het schot. Rustig. Oké. Okay. Ja, zo sta je beter. Ja, is mooi. Mooi schot. Kijk eens, komt hij weer. Net geen 10, net een 9. Mooi. Ik zie dat ze hier ook allemaal van die kaartjes om hun voet heen hebben. Maar dit doe ik. Normaal gesproken, bij een wedstrijd gebeurt dit niet. Bij de training, wat doen die jongens? Die schieten, die gaan weer zitten. Ze zijn hun concentratie kwijt, nou, dan gaan ze weer zitten en dan weten ze hoe de voetenstand gestaan heeft. Het enige voordeel wat ik nou kan zien, zo ze nou staan, dat ik ze heel makkelijk kan corrigeren. Oh, maar dit leren ze ook zo dan, om het zo te doen? We gebruiken het wel. Ik althans gebruik het af en toe om te zeggen van, hé, hij staat de hele tijd zo te schieten, dus ik kan eigenlijk zien wat hij schiet. En dan corrigeer ik hem op zijn voeten. Dus dan legt hij die kaartjes wat anders? Ja, dan zeg ik van corrigeer je voeten en dan leg ik zijn kaarten, schuif ik die kaartjes wat bij. Maar staan ze zo goed dan? Tim staat vrij goed. Richard staat eigenlijk met zijn voet ver naar buiten. Maar ik zou zeggen, corrigeer maar dan. Ja, de basis is dat de voet eigenlijk maar licht naar buiten gedraaid. Ik ga nou als spiegelbeeld staan, omdat ik zowel links als rechts geschutters heb. In feite is dit de basis. Je draait de voet iets naar buiten en dan staat hij. Je kan ook de voet te ver naar buiten draaien, maar dat voel je op een gegeven moment in je liezen. En dat voelen die jongens vanzelf wel aan. Ik zet ze ook wel eens op een grens in, dan moeten ze het voelen.
Dan heb ik zoiets van, nou jongen, jij moet pijn in je liezen krijgen, zo meteen kan je niet meer schieten. Dat merkt hij vanzelf wel. Dan zegt hij van, hé, wacht even, dan gaat het niet meer. Dus dan komt die voet automatisch terug. Wat is er nou zo leuk aan om aan jeugd les te geven? Nou, jongens pakken het van mij aan. En of ik dat nou over me heb, weet ik niet. Ik vind het hartstikke leuk om met die jongens om te gaan. En af en toe eens een keer te ouwehoeren en een keer te geinen. Maar ze zijn ook serieus. Dat ben ik ook. Als ik met mijn sport bezig ben, ben ik serieus. Ja, en dat pakt die jongens en dat pakt mij ook. Ja, want ik heb bij u het gevoel dat het bij u echt een beetje het leven is, hè? Ik vind het prachtig. Ja. Ja. Schieten is uw leven eigenlijk. Ja, ik vind het prachtig mooi om het elke week te doen. En ja, dan ben je wel eens niet lekker, maar toch gaan schieten. En toch zeggen van, huppakee, knallen. Ja, zelfs als u ziek bent, gaat u ja, schieten? Ja, toch, als je niet lekker bent, dan zeg je... En dat merk je wel in je schieten, hoor. Want als zou ik normaal gesproken 3,50 schieten, dan schiet ik hooguit 3,10. Ja, nou jongens, pech. Maar ik heb wel mijn serie geschoten. En dat zeg ik tegen de jongens ook. Die komen wel eens van, ja, ik heb last van mijn hand of last van mijn knie. Ja, vind ik prima. Kom nou om te trainen, je gaat toch schieten. En niet na 10 schoten van het wil niet meer bekijken. Maar dan zeg ik van, ja, kom op. Je bent ervoor om te trainen. Jij wil schieten. Ook al ben je niet lekker, schieten. Nou, dat is perfect in orde, dus. Het is toch wel heel wat anders dan schieten, hè? Ja. Ja, het hoort er een beetje bij, hè. Of het hoort erbij, maar toch... Ja, je moet je s'avonds natuurlijk op een andere weg begeven als overdag, hè. Elke dag beunhuizen, dat is ook niks, denk ik. Want in wat voor opzicht verschilt dit heel erg met wat u als hobby doet? Ja, hoe moet dat, ja. Dat zou ik zo niet kunnen zeggen, maar... Wat vindt u hier leuk aan? Nou, sowieso de techniek en hoe dat het allemaal in samenwerking met elkaar gaat. Hè? Wat het allemaal, ja, hoe dat de overdrachten van de krachten zijn, de stuurinrichting en noem maar op. En ja, vooral het motoren gedeelte, dat trekt me enorm, de techniek erin. Altijd al? Ja, dat is al heel lang. En waar komt dat vandaan dan? Ja, zou ik niet durven zeggen. Ja, zoiets dat ja, je gaat ergens voor. Of, ja. En dan, ja, dan ben je eraan overgeleverd. Hè? Dus, Wat vinden uw collega's ervan dat u nou bij een schietclub actief bent? Oh ja, daar hebben ze verder geen moeite mee. Want een andere collega die is nog bij een andere schietclub. Dus, En zie je toch wel tegen elkaar op te stoken, of niet? Nee, die heeft een andere discipline als ik. Die doet ja, met vuur schieten en jagen. Dus dat is ja, net iets anders. Dit is vredelievende wat wij doen, hè? Chris van Eersel is Gelders jeugdkampioen luchtschieten. En ook hij is lid van SSV De Linge. En dat Chris schiet in plaats van voetbalt, heeft voor een groot deel met zijn vader te maken. Hoezo? Die is al relaxed. Ja? Dat is wel fijn. Hoe is het per se die? Ja, gewoon. Die kan je fijn spelen. Nou, dit is de schietkaart. Ik kan maximaal 10 punten erop halen. De buitenste 3 ringen, dat zijn de witte, dan kan je scoren 1, 2 en 3 halen. Dan heb je nog 6 andere, dat is 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Dat zijn de zwarte vlakken. En dan heb je nog een heel klein speldenpuntje, en dat is de 10. En pas als je die niet meer ziet, dan heb je dan eigenlijk een 10 geschoten. En hoe vaak heb je het nou voor elkaar gekregen, een 10? Ik heb het niet bijgehouden. Maar vaak genoeg dus? Ja. En dan heb je nog een verschil tussen een... De gewone 10 en hij heeft net aangeraakt. En hij nog een 10,1 tot de 10,9. 10,9 en hij heeft echt helemaal in de 9 geschoten. Ja, dat is bij wedstrijden, Olympische finale. En dat heeft hij onder andere ook geschoten met Schietbond Gelderland. Dan schiet hij 30 schoten. De eerste 20 worden vrijgeschoten.
De tweede vinder worden in de Olympische finale geschoten. Dus dat wordt op tijd. Er wordt afgeteld van klaar, 3, 2, 1 en dan mag hij schieten. En dan worden de schoten worden op tiendes geteld. Want anders krijg je nooit geen winnaar. Hè? Als je 10 of een 9 schiet, die worden dus op tiendes geteld. Nou, dan kan hij dus een 10,9 schieten en dan is hij er volledig uit. Dan heeft hij dus volledig hard uit de kaart geschoten. En dat zijn de mooiste scores. Ja. Hallo. Dag jongelui. Floor. Wie is Floor? Hein. Hoi. Birto, Birta. Krijg ik een handje van je? Hé? Hey? Angelina. Ja? Ga je met mij mee? Kom maar. Klim er maar in. Ja, goed zo. Zal ik deze even pakken? Wat heb je gedaan met Grimme? Tikkertje. Tikkertje? Ja. Heb je geen apen? In de gymzaal. Heb je geen apenkooien gedaan in de gymzaal? Nee. Nee? Is toch leuk? Ja, en er was één vrijtikker en er zaten er twee. Ja. Er zaten twee tikkers. Mm-hmm. In de kleedkamer. Ja. En die moesten ons dan tikken. Oh, zeker niet gelukt denk ik, of wel? Nee. Nee, dat dacht ik al. Jullie zijn hartstikke snel, of niet? Maar ik was de... Vorig jaar was ik de allersnelste van de meiden. Allersnelste? Ja, snelste. Zo. Doe je zeker veel sporten, of niet? Ja. Dat je zo ik snel ben bent. Ik heb ook gym. Ja, natuurlijk. Ja. Weet je wat ik graag wil eten? Nou, hondenbrokken. Jan, het is voor elkaar... Nee, een uitlaat is gewoon dicht. Oké, okay, dus, dan kan ik je morgen bellen. Dan kan ik je wel opnemen. Oké. Oké. Geregeld. Alsjeblieft. Nou, Frans hebben we er wel zo. Als je dan goed geschoten hebt, nou, dan moet je ze vooral wel even doen. En dan geniet je wel, hoor. Dus, maar volgens mij kan dit ook wel goed. Dus, Maar heeft u nooit overgehaald om ook te komen schieten? Nee. Het is niet mijn aard, nee. Ik zit aan hele andere hobby's, dus ik bedoel... Maar snapt u die passie die hij heeft voor het schieten? Ik denk dat het meer voor hem een rust. Een controle over al het gedoe wat hij moet doen. Lekker rustig. In die richting kan ik wel begrijpen, ja. Maar snapt u ook die combinatie van auto's repareren en... Nee, daarnaast is vrije tijd schieten? Nee, ik had eerder verwacht iets in, met radiografische autootjes of in die richting. Hè. Maar niet in het schietgedeelte, nee. Echt niet. Een hoop prijzen. Ja. Nou, je bent ook al 39 jaar bezig, dus... Het zijn niet allemaal de beste, maar och, van lieverlee krijg je eens een keertje er één bij. Dus. Wat is nou uw favoriete prijs? Mijn favoriete prijs? Dat is dat zijn de wisselbekers van de schietvereniging De Lingen. Van het clubkampioenschap. En staan die hier ook bij? Of niet? Ja, er staan al een stuk of 3-4 bij. Kunnen ze even eentje pakken? Nou, dat is een beetje moeilijk, want dan moet ik alles... Het zit nog al een beetje... Het zit net in elkaar, dat je zegt van... Het staat mooi zo? Ja. Dus met zo min mogelijk dingetjes heb ik het er neergezet. Dan moet ik een trapje erbij hebben en dan... Daar ben je er wel trots op, hè? Ja, natuurlijk wel. Dat zie ik ook wel. Oh, toch? Ja. Ja, zeker. Deze eruit. En dan, ja, dit is dan een van de mooiste en vrij recente auto's die ik dus gekocht heb. Het is een hele verzameling hier, hè? Ja. Het is ook zo gegroeid, zeg maar, van... Toen Peugeot met rally begon. Dat was in 1984 of zo.
Toen kregen we dus van de zaak uit en zo'n klein modelletje. Ja, och, leuk. En binnen de kortste keren had ik er al een stuk of vijf. Binnen 3 of 4 weken had ik er al 5. En de eerste, dat was een heel kleintje. Dat was deze, een heel eenvoudig dingetje. En toen kwamen er wat grotere bij. Zo van die en van die. Nou ja, zo is het eigenlijk begonnen. Is het geen kinderachtige hobby? Nou, dat dacht ik eigenlijk ook, hè. Ik denk van, nou, moeten we ermee, hè. Maar schaamt u zich ook een beetje? Nou, ja, ik denk, het interesseert me niet, maar ik denk, naar buiten uit vind ik allemaal mijn best. Maar toen, op een gegeven moment zei ze van, nou, dan moet je eens een keertje naar Houten gaan. Er is een hele grote beurs. En daar kun je je verzameling dus natuurlijk uitbreiden. Nou, toen ging ik daar voor de eerste keer naartoe. En toen was het eigenlijk in één keer over, want daar liepen een paar duizend grote jongens. En die deden dan al hetzelfde wat ik nou doe. Dus toen was het eigenlijk over, zeg maar. Dan vind ik het dus niet meer zo. Maar net wat je zegt, het is een. Ja, het blijft een beetje kinderachtig misschien. Maar. Ja. De radioantenne die hier in de achtertuin staat, is van Hein Hoogsteder. De voorzitter van SSV De Linge gebruikt de antenne als hij een vrij uurtje heeft tussen de taxiritten door. Doel is het vinden van andere radiozendamateurs. Hier staat de rode klok, verdeeld in 360 graden. Noord boven, zuid onder. Als ik nu naar 274 zou moeten om naar Wales te moeten gaan, dan kan ik op deze schaal een antenne aansturen. En dan loopt die netjes naar 270. Als ik dan denk van joh, ik ben daar eigenlijk niet zo handig in om dat te laten doen, dan laat ik gewoon automatisch die kant op gaan. Kan ik in de tussentijd weer wat anders doen bijvoorbeeld, hè? Nu gaan buiten. Nu gaan buiten de antenne draaien richting noordwest. En dan kun je contact maken. Want dat is de hoek die daar naartoe gaat. Als die dadelijk nog aan de frequentie blijft, zoals wij dat noemen, kan ik een aanroep doen om met hem in verbinding te komen, bijvoorbeeld. En dan kun je met hem praten. Praten, dit is alleen maar een beeld opbouwen. Dit is zonder praten is dit. Ja, dit wat we hier doen is alleen maar een plaatje opbouwen en dat uitwisselen van elkaar. Ik kan al een klein stukje laten zien van. De historie die ik. De plaatjes die ik uitzend, die zet ik onder de TX van Transmission. Ja. Dit soort plaatjes. Daar heb ik allerlei teksten in staan die ik van tevoren allemaal als images klaargemaakt heb. Om gelijk te kunnen schakelen van, er is storing. Dan zet ik dat daar neer van QRZ, QRM. Dus wie is daar, want daar is storing. En dan de roepletters van dingen van de tegenamateur, die komen automatisch in het programma binnenvallen. Dan kan ik dat heel snel wisselen. Ook met foto's. Als ik iemand aanroep of ik wens hem een prettige dag na afloop van het QSO, zet ik er 2 handen over als een handshake, zeg maar, van joh, bedankt voor de verbinding en hope to see you again. Dan zien we een foto van een jongetje met een groot geweer. Dat bent u? Nee, dat is mijn zoon. Ik heb dus vroeger van mezelf dus ook zo'n fotootje gehad. Ja, dat moet er nog wel ergens zijn, maar. En daar sta ik dus ook op met een oudere luchtbugs. En toen was hij ongeveer dezelfde leeftijd. En dan denk ik, oh, weet je wel, zo, laten we het ook eens doen. Misschien heeft hij er wat aan in de nabije toekomst. Maar hij heeft geen interesse in de schietsport, dus. Maar het was wel leuk om het te doen, zeg maar. Want wanneer bent u in aanraking gekomen met het schieten? Op welke leeftijd? Dat was 18, 19 jaar, denk ik. Ja. In 1969. Tijd geleden? Ja. En hoe bent u daarmee in aanraking gekomen? Via een oom, volgens mij. Die was er ook lid van en ben ik eens een keertje meegegaan.
Maar toen bestond de vereniging pas een half jaar. Dus die was in februari opgericht. En in september, geloof ik, ben ik al lid geworden. Dus we hebben volgend jaar het 40-jarig jubileum van de vereniging. Dat komt er ook nog bij. Wie de kantine van SSV De Linge binnenstapt, ziet ze gelijk hangen. Goed gevulde prijzenkasten. En ook vanavond moeten drie schutters van SSV De Linge proberen te winnen van drie schietliefhebbers van SV Op de Korrel, hun tegenstander. Wat schrijft u er nou precies op? Want ik zie u af en toe schrijven. Even de naam en de volgorde van inleveren. Eerste serie, tweede serie van 10, derde serie van 10 en de vierde serie van 10. Ik zou toch denken dat dit tegenwoordig met de computer gaat, dit soort kaarten? Ja, tellen straks wel. Tellen wordt straks op de computer gedaan, maar ja. De hele grote wedstrijden worden alleen maar met de computer geschoten. Dan wordt het automatisch geregistreerd. Er komt geen kaartje meer aan te pas. Ook geen lijnen zoals met de transporter zitten er niet op. Maar dan schiet je gewoon op een elektronisch kastje. En er is een visueel op geprojecteerd, zeg maar. En daar schiet je dan op. Maar jullie vinden het leuk om dit te doen dan? Ja, die andere banen die zijn natuurlijk hartstikke duur hè, voor aanschaffen. Dus dat gaan we niet redden. Dus dan maar de kaartjes? Ja. Beetje nostalgie moet je er natuurlijk wel in houden. Dus dan krijg je twee puntjes. Hoe werkt het nou precies, zo'n wedstrijd zoals vanavond? 10 schoten en dan leggen ze dus de eerste 10 kaartjes, die leggen ze achter zich neer. Die worden dan op dat moment of daarna geteld. En dan worden dus op het bord geschreven. Dus dan van iedere schutter komt er dus een score op te staan. En dan kunnen ze dus van elkaar zien wat ze geschoten hebben. En aan het einde van de wedstrijd, als ze alle 40 schoten gedaan hebben, dan krijg je de einduitslag. Even 100 noteren. Weer een volle bak? Weer een volle bak voor de heer Schuring. Is geweldig. Oh, die heeft het gaat niet zo goed met de SSV De Linge, hè? Nee. Hoe komt dat? En een verkeerde tegenstander uitgekozen. We zagen op het scorebord dat de eerste serie die verloren heeft. Dat kan. Dat is een wedstrijd, hè? Op wat voor manier probeer je dat dan goed te maken, nou, in het verloop van de wedstrijd? Door scoren te verbeteren. Beter te schieten. Beter concentreren, misschien. En hoe bij deze? Ja, zo moeten ze allemaal zijn, eigenlijk. Kijk, hè? Als je dat 10 keer doet, dan heb je toch een goed bak. We doen in ieder geval wel ons best daarvoor. Gravenmink heeft dan 97. Heb je die genoteerd dan? Ik weet niet of we het kunnen zien, maar hier kun je door 10 kaartjes heen kijken. Er zijn 10 schoten achter elkaar gezet. En ik zal even tegen het licht aanhouden en dan kun je zien dat er licht doorkomt. Gebeurt dat nou vaak, dat op die manier geschoten wordt? Dat je doorheen kunt kijken? Ja, in deze discipline eigenlijk wel.
En hoe komt dat dan? Ja, dit is wat makkelijker als, als vrijstaand, hè. Dit is gewoon zuiverder. Je kunt makkelijker de 10 in bedwang houden, zeg maar. Ja, je moet je ook een zoja nemen. Ja. Nou, nou, u heeft grond afgehaald, hè? Ja. Goeie zaak, hè? Ja, walvis, hè? Langwaardig, ja. Oudste schutter. En er is maar een museum. Pot. Ja, klopt wel, hè? Ik denk dat ik oudste ben. Oh, ja, je bent oudste. Ja, die jongens die moeten nog wat leren, hè? Maar doet het al lang, dus? Ja, ik doe het al lang. Sinds 1940 ongeveer. Ja, dus de oorlog is geschud begonnen, weet je wel. De Duitsers hier binnen vielen. Ja, nou, ik mag beginnen, hè. Ja. Oh, je heeft niet op Duitsers geschoten, of wel? Dan zou ik het hier nog niet vertellen. Ja, mijn vader had een windbugs vroeger, in de oorlog. En er was een klein doosje en er zaten 50 of 100 kogeltjes in, geloof ik. En er zat een eekhoornetje op. En dat was, was de interesse in feite. Dat doosje met dat eekhoornetje erop, dat vond ik zo mooi. En dan stiekem die buks pakken als jongen. En dan mocht ik niet, maar dan toch op de duiven schieten. Hè? Op de boerenkool, hè. Dus zoeken waar die buks zat. En later heb ik hem gekregen van mijn vader. Maar ja, toen was hij al overleden. Dus ja. Nou, hebben we u zien schieten. Wat is het geheim van een goede schutter zijn? Nou ja, ten eerste talent, ja. Je moet erin vastbijten eigenlijk. Je moet de liefhebberij hebben. En je moet eigenlijk op het moment dat de wedstrijd er is, moet je kunnen focussen op die wedstrijd. Echt je niet laten wedstrijd afleiden. En niet wat dan ook. Als staan de 3 camera's tegenover je, net doen als ze niet zijn en niks van aantrekken. Ook voor een wedstrijd ga ik liever geen gesprek aan of zo met iemand. Nee, echt niet. Dan vermijd ik, en dat zie ik ook bij andere schutters. Betere schutters, daar let je nou op. Wat doen die? En dan zie je dat die ook heel stiljes in een hoek de jas aan doen en de pet meenemen en de bril en alles. En die gaan stiekem naar de plaats en die praten met geen mensen, laten zich helemaal niet beïnvloeden. Geen gesprek en geen niks. Helemaal schoon op de baan staat en helemaal. Dat is een hele achtergrond, een hele schiet, dat is maar met dat vingertje aan die trekker. Maar dat trekkertje, dat voel je eigenlijk al niet meer. Nee, dat voel je niet meer. Dat schot, dat valt gewoon. Dat is, en de Engelsman die zegt ook, de haan, de trigger, poest de vinger. Niet de vinger poest de trigger poest de vinger. Dus het is net andersom. Het geweer dat schiet. Niet jij schiet, het geweer schiet. Kijk, en dan ben je bezig om een goed schot af te geven. Nou, heeft u vanavond zo goed geschoten. Enige kans dat SSV de Linge u kan overkopen, kan overnemen? Net zoals bij voetbal. Maar jij een transfer? Nou, dat is ja, gebeurt wel. Gebeurt wel? Ja, er zijn wel verenigingen die net zo lang praten met iemand dat iemand dan overgaat naar of een goede schutter. Heel weinig. Heel weinig. Ja, heel weinig. Maar wat moeten ze u geven dat u overstapt? Nou, nee, ik ben niet te koop, nee. Nee. Niet te ik ben koop. Er te oud voor, denk ik. Het is toch nooit leuk om te verliezen, maar ik zie het toch niet als een verlies in die zin van, ik lig daar ook niet wakker van. Ik heb verschrikkelijk leuk en gezellig geschoten met die mannen. Nee, lig je daar niet wakker van, want er zijn verenigingen waar mensen bijvoorbeeld bij een voetbalvereniging, als de eerste verliest, kunnen ze daar dagen niet voor slapen, maar dat is hier niet zo. Voor mij geldt dat althans niet. Nee, dit is af, klaar, mooi. Volgende keer weer iets beter, toch? Nee, dat liggen wij niet wakker van. Tenminste, dat denk ik niet. Nee. Ik slaap er heerlijk op. Moet je nou kijken hoe je hier zit. Schitterende boom.